Yo. Yo. Ja, echt dik. Houd jij... Dat vind ik ook nice. Heb ik geen... Jongen iedereen, we zijn hier met Quinten in de Schorre. Een legal enduro-spot, of hoe moet ik het juist noemen? Dus kan ik dat hier eigenlijk wat zien als een enduro-spot? Dat kunnen we zeker noemen, ja. Er zijn ook een aantal afdalingen, maar het drops ook serieus. Dus het is wel een pittig stukje. Oké, nice. Let's go. Hé, hey, hij scheurt wel ze. Ja. Oh, fuck. Oh, man. Yo. Yo! Ja! Oh, klimmen! Yo! Oh! Oops, dat is nog nooit gedaan. Yo, very nice. Oh shit. Oh, that's nice. Yep, do it. Yo. Ja. Wow. Oh, dit is ook een heel snel toestje omhoog. Ja, denk het ook. Klimmen is niet mijn ding, joh. Liever dan, joh. Jij rijdt 27,5? Ja. Oh, wat. Oh. En nu naar het topgedeelte. Alright. Hier ligt lekker. Ja. Ja, het probleem is, ik moet je een beetje nog in de auto leggen, mijn vlo. Oh, ja, jawel, maar die heb ik er niet opgezet na. Waar is beneden? Ja, er zijn er nog een paar open wel, inderdaad. Skatepark? Ja. Ik wil niet te snel gaan, want dat is heel snel. Ja.
Yo. Yo, nice. Yo. Ja. Oh ja. Oh, yo. Dat is easy, je pedalen raken daar eigenlijk nog niks. Oeh. Ja, je ging te snel. Zag je dan ging draaien en ging je gewoon snel uitpakken. En ik dacht van nee, no way dat ik nee. Dat was een keigrote plas. Het was ook even geleden voor mij zo nog eens te rijden. Maar ja, gewoon wat thuis en zo. Ja. Ja.